Hoe bereik je als amateurclub de halve finale van het KNVB-bekertoernooi? We zitten vandaag om tafel met Chris de Graaf, de trainer van Spakenburg. En die heeft het antwoord op die vraag. Want hij kreeg het voor elkaar met Spakenburg om het 4-1 te winnen in Utrecht van FC Utrecht. Dus met een amateurclub van een eredivisieclub. En ja, we gaan nog één keer terug naar de beelden van die magische avond op 28 februari. Waarin Spakenburg stunte in de Galgenwaard. Bijna uitverkocht stadion en ontzettend veel supporters meegekomen vanuit Spakenburg. Goed gevoetbald, volgende kans en een goal! Schitterend doelpunt tussen Floris van der Linden en een goede bal. Admiraal, daar gaat hij weer. Admiraal, en nu is het wel daar. Nu is het wel 0-2. Dekker, nog een Ramselaar voorzet, daar is de kans in de goal! Dekker, en dan fluit de scheidsrechter af, het is klaar in Galgenwaard. Spakenburg, met een gigantische stunt, door naar de halve finale van het bekertoernooi. Chris, welkom in onze studio. Hoe vaak heb je deze beelden inmiddels al gezien? Inmiddels 12, 13 keer de samenvatting. En ik denk, de hele wedstrijd heb ik één keer teruggekeken. Ja, ja. En je ziet natuurlijk die emotie. Het is het sprookje van een amateurclub die de halve finale haalt. Maar achter dat sprookje zit ook ratio. Dat is natuurlijk wat we op VPRO vaak proberen te doen. Wat analytischer dieper op de materie ingaan. Is dat een aanpak die jou bevalt? Ja, zeker. Zeker. Ik ben denk ik al vanaf dat VPRO bestaat lid. Ik lees graag de analyses. Het mooiste onderdeel, dat had ik al tegen je gezegd, zijn de tactische meesterbreinen. Dat wordt tijd dat daar weer een mooi stuk aan toegevoegd wordt. En dus meteen even druk erop. Ja, ja. Ja zeker. En verder bijvoorbeeld wedstrijden die ik niet kan zien. Bijvoorbeeld als gisteren Shakhtar Feyenoord. Dat vind ik dan mooi als ik dan terug kan lezen. Hey, wat heeft zich daar tactisch afgespeeld? En zijn er dan ook dingen waar jij weer als trainer iets uithaalt uiteindelijk richting jouw elftal? Ja, ik probeer heel eerlijk gewoon van succesvolle trainers wat dingen te stelen, zeg maar. En dat samen te brengen tot onze eigen speelwijze. En de dingen die andere toptrainers doen, zeg maar, die zetten je tot nadenken. Kijk, hey, hoe kunnen wij dit misschien toepassen? Nou, met jonge trainers, er wordt tegenwoordig vaak ook laptoptrainers genoemd. Dan gaat het natuurlijk ook vaak over data, statistieken, het gebruik daarvan. Hoe sta jij daarin? Ja, wij gebruiken zelf zeker data. Aan de ene kant zeg maar voor een stuk fitheid. Hè? Met GPS en hartslagmeters van de spelers. Maar aan de andere kant ook in stad waar we de beelden bekijken. Maar zeker ook statistieken als, noem even wat, hè, hoeveel key passes, hoeveel succesvolle dribbles. Grappig misschien om te zeggen is, Dekker die had vorig jaar 22 assists. Nou, dan zou je van de buitenkant zeggen dat hij dit jaar heeft hij een stuk minder het minder doet. Maar als je dan kijkt naar de statistieken, dan heeft hij nagenoeg evenveel acties voorzetten wat tot een schot of tot een grote kans gekomen is als vorig jaar. Ja, hij kan er zelf niet zo heel veel aan doen dat ze niet binnengekopt of geschoten worden, om even een voorbeeld te noemen. Dus dat zijn dan dingen waar jij naar kijkt om een beetje dieper te kijken dan de oppervlakkige laag van eigenlijk minder assist. We moeten eens even met hem aan de slag. Ja, zeker. En maar ook met het scouten. Wij hebben nu Sulaiman bij Katwijk vandaan. We zoeken een bepaald type vleugel. En als je naar zijn statistieken kijkt, zie je dat hij heel veel succesvolle dribbles heeft. Wel handig voor het type wat we zochten, zeg maar. Dus zelfs in het amateurvoetbal in Nederland wordt tegenwoordig al met data gescout. Ja, ik zeg niet dat het doorslaggevend is. Het is vaak een bevestiging, hopelijk, van wat je ziet. Ja, en dat is dan gewoon een onderdeel van jullie hele proces. Dat je dus ook naar de data en statistieken van die spelers probeert te kijken. Ja, zeker. En de statistieken van die wedstrijd tegen FC Utrecht die jullie met 4-1 gewonnen hebben, heb je die ook bekeken? Ja, heel kort. Ik had gezien dat we zo'n beetje volgens mij 35% balbezit hadden. De rest, ik ben er niet heel veel dieper op ingegaan, maar dat is wat mij bijstaat. Nou, goed nieuws, want we hebben hier de statistieken en die 35%, dat klopt dus bijna precies, 34%. Ja. Je ziet natuurlijk ook goals, nou, dat is dik voor. Expected goals
minder dan Utrecht schoot en minder schoot op doel ongeveer vergelijkbaar. Hoe interpreteer jij in dit geval deze statistieken? Ja, ik denk dat wij dat dit laat zien hoe we die wedstrijd gespeeld hebben. Heel doeltreffend. We zijn gestart, daar gaan we het zo meteen over hebben, met hoog druk. Maar daarna zijn we, hebben we het laag opgevangen en zijn we proberen te prikken via counters. Mm-hmm. En waren we super doeltreffend. Kijk, want Utrecht heeft natuurlijk ook een aantal kansen gemist die best groot waren, waar normaal misschien een doelpunt uitvalt. Ja, maar ja, tegelijkertijd als jij als club voor jullie niveau tegen Utrecht, bij Utrecht, deze expected goal statistieken haalt, dan is dat waarschijnlijk nog niet eens zo slecht. Helemaal niet met de uitslag. Nee, zeker. Ik geloof dat in onze competitie het gemiddelde expected goals 1,5 ongeveer. Wij zitten de laatste tijd iets hoger. Afgelopen weekend denk ik, die heb ik nog niet gezien, maar denk ik dat we ruim boven de 2 zaten. Misschien nog wel hoger, maar werd het geen overwinning. Nou ja, dat hoort er gewoon bij. Ik vind dit voor lange termijn, vooral die expected goals, als jij constant meer kansen creëert dan dat je scoort, dan gaat dat vanzelf goed komen. Want ja, dit wordt vast vervelend als je geen kansen meer creëert. Ja, want je weet, langer termijn is dat uiteindelijk een goede voorspelling van succes. Ja, voetbal is een sport waar je één wedstrijd kan hebben waar alle ballen op de paal, op de lat gaan en net niet binnen. Maar een heel seizoen zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Inderdaad. En omgekeerd natuurlijk ook. Ja. Dan zijn we denk ik ongeveer op het punt dat we richting die wedstrijd kunnen gaan toewerken. Om het een beetje te volgen te houden voor de mensen, hebben we het opgedeeld in eigenlijk twee gedeeltes. Het verdedigende deel voor jullie en het aanvallende deel van Utrecht. Omgekeerd het aanvallende deel voor jullie en het verdedigende deel van Utrecht. Nou ja, we zagen 34% balbezit, dus laten we dan maar beginnen bij het verdedigende gedeelte. Want dat is natuurlijk een situatie waar je veel in zit. We hebben daar als het goed is beelden van klaarstaan van een van de dingen die jou is opgevallen in de bespreking. Ja, zeker. Je ziet hier dat Van der Marel, die hier linksback speelt, redelijk naar binnen gaat. Dus met 3 man. Als je hem even wil stoppen. Dan moet ik nog iets terug, hè? Hier. Ja. Wat ze normaal doen, Boussaïd speelt hier als 6, maar die zakt normaal als vleugelspeler uit. Ja, als linksbuiten normaal gesproken. Ja. Maar ze hebben nu een positiewisseling gedaan tijdens deze wedstrijd. Dus Toornstra staat daar breed. Boussaïd heeft de positie van Toornstra overgenomen. En Van der Streek, die pakt hem daar hoog. Kiest die positie. Normaliter komt Boet dan ook nog op het middenveld. Zodat ze een vierkant op het middenveld creëren. Hoe de posities nu bezet zijn, dat boeide mij eigenlijk niet zo. Mm-hmm. Maar dit is een patroon wat ik terugzag. Ja. Dan komen ze eigenlijk in een soort van 3-2-4-1 formatie terecht. Ja, inderdaad. En in de wedstrijden het liefst kregen ze dan in een situatie dat ze, kijk, deze jongen hoog op het veld vrij kregen. Zodat hij in zijn kracht komt in de individuele actie. Ja, en dat is een opbouwpatroon. En je zag hem ook in een andere wedstrijd, hebben we geloof ik beelden van waar je dat zag. Ja, dat was met 4-geven. Die voert hem iets anders uit. Die gaat vaker wat lager staan. Misschien ook omdat hij links is. En iets minder naar binnen, maar hier zie je hem, zakt hij uit. Die is nu hier de linksback, hè? Ja, 4-gever is de linksback. Dan zie je de linker aanvaller uitzakken. Van der Streek, die probeert, zeg maar, Reinders en de middenveld of en de back voor een keuze te stellen. Zodat ze niet door durven dekken. Nou, dit gebeurde in het begin van die wedstrijd. Hier komt hij helemaal vrij. Ja, en via een kantwissel, want aan de andere kant staat Kleiber hoog. Komen ze dan onder de druk vandaan. Later in deze wedstrijd gaat AZ dat aanpassen en stappen ze wel door met de back en komt Utrecht niet meer onder de druk vandaan. Ja, dus dit is dan een opbouwpatroon. Nou, dat zie jij gebeuren op het moment dat jij Utrecht aan het analyseren bent. Dan hebben we hier gelukkig het tactiekbord, want dan kun je uitleggen van wat heb jij aan je spelers verteld, hoe zij moeten omgaan met dit patroon van Utrecht. Dat hier hebben we hier zo waar in het rood en jullie in het blauw, dus dat moet goed te volgen zijn. Zeker, inderdaad. Nou, ik heb zeg maar eerst hier de organisatie neergezet. 4-geven, dus wat lager. 2 centrale spelers. Kleiber, die hoog speelt. De 6 en de 8 vaak in de bal. Vleugel die uitzakt. Hier zie je dus Van der Streek, die, ik ga het zo vertellen, in die ruimte probeert te voetballen. De rechtsbuiten die hier een soort vierkant op het middenveld creëert. En de spits die overkomt. Nou, wat er dus tegen AZ gebeurde is dat die uitzak en er niet doorgedekt werd. Wat AZ verder ook deed, dat zal ik zo vertellen, is
Die loste dit op met Klaasie. En Carlson? Ja, die pakte de 8 op. Wat mij opviel in die beelden is dat Utrecht bleef even goed aan dezelfde kant. Terwijl, nou ja, als ze uit hadden gezakt, konden ze zo via een bal uithalen naar de centrale de kantwissel verzorgen. Dat durfden ze tegen AZ niet, maar ik had het gevoel dat ze dat tegen ons toch iets rustiger aan de bal zouden zijn. Dus wij losten het iets anders op dan AZ. We wilden sowieso over hun linkerkant dwingen. Want waarom wilde je hen over die linkerkant dwingen? Ja, dat zit in twee dingen. Eén, dat zullen we zo zien, dat Utrecht over de rechterkant best wel met de combinatie Kleiber, Bosdogan of Toornstra en Boet of Jensen best gevaarlijk wordt in die variatie. En twee, omdat er waarschijnlijk, hadden wij verwacht, een rechtspoot op links. We hadden eigenlijk Van der Marel. Daar hadden we op gerekend, maar die speelde niet. Maar daar foutje in de analyse. Ja, maar Ter Aaf is dus ook een rechtspoot volgens mij. Ja. Dus dat kon ik niet weten. Nee. Dat weet je niet helemaal. Dus vandaar die keuze. Dus we wilden hem over de linkerkant dwingen. Spits loopt hem aan. Even, dan gaat hij naar de linksback. In tegenstelling tot AZ wilden wij ervoor zorgen dat onze linksbuiten ervoor zorgt dat hij niet makkelijk uitgehaald kon worden en de kantwissel gespeeld zou worden. Dan wilden zij hier komen. De 6 en de 8 kwamen vaak in de bal. Wij spelen in de punt naar achter, standaard. En ons triggerpoint, zeg maar, om druk te zetten, was eigenlijk om die bal naar de zijkant. Hè? Dus bij de vleugel, daar volle bak druk. Dus kozen wij ervoor met Dekker om vanuit de as, vanuit de lijn van Van der Streken, die eigenlijk als dit gebeurt hier in deze ruimte wil komen, aan te lopen. Zodat die bal in ieder geval niet makkelijk over de grond gespeeld kon worden. En dan was het belangrijk dus dat Dekker, jullie rechtsbuiten, dat die de paaslijn richting Van der Streken moest dichtzetten. Ja, inderdaad. En wil jij dus wel, wat daar net niet gebeurde bij AZ, dat die back doorgaat volle op bak, Boezeet. Volle bak. Hij is natuurlijk fysiek niet sterk en hij zit hier laag. Dus dat zijn momenten om volle bak door te dekken. Dat was één, de zijkant. En twee, rug naar de goal bij de middenvelders. Omdat ik gezien had, als zij doordraaien, krijgen we ze nooit meer onder druk. Daar zijn ze gewoon te vaardig voor. Dus hier is het of doorlopen. En als ze dreigden weg te draaien, ja, tactische overtreding maken. Zodat we die counter. En dat is ook iets wat je eigenlijk van tevoren meegeeft. Als ze dreigen, schop ze meneer. Nee, niet schop ze neer. Nee. Even een kleine overtreding vasthouden, hand eromheen, counter eruit. Ja. Dan waren er nog twee dingen. Kijk, hij moet natuurlijk overkomen. Gaat hij diep spelen, moeten we het gewoon in de zone durven oppakken. En we hadden wel van AZ geleerd dat afhankelijk. Kijk, in principe was Green, onze linksback, verantwoordelijk voor Jensen in dit geval. Ja, Jensen in dit geval, ja. Ja. Maar we zagen in de beelden dat hij best soms heel ver ging uitzakken. Dan komt je linksback voor een keuze, wil je door of niet? Ja, en dan hebben we de maandag ervoor op trainen besloten. Dan gaan we, ik zal het even maken, maar tussenpositie kiezen met onze linker middenvelder en onze linksbuiten. Door, zeg maar zo, tussenpositie kiezen dat hij moet hem dan wel coachen. Oké, waar zit hij? Afhankelijk van wie er wordt aangespeeld, dek je door of ga je juist terug. Want dit kunnen wij niet verwachten. Kijk, als we dit gaat gebeuren, als hij doordekt, even een sokkenruimte zeggen, ja, dat wilden we niet. Ja, dus eigenlijk is dat de variant op de linkerkant. En wilden we met lef verdedigen in de beginfase van de wedstrijd. Je hebt natuurlijk dus de fameuze uitspraak geloof van de bokser Mike Tyson. Je hebt een plan totdat je in het gezicht werd geslagen. Hoe kwam dit plan daadwerkelijk tot uiting in die wedstrijd? Ik heb de hele wedstrijd natuurlijk ook teruggezien, maar daar zag ik het al. Ja, in de wedstrijd lukte het, het eerste kwartier meerdere keren om oog druk te geven. Maar wat dus opviel is dat die varianten die Utrecht speelde, aan de linkerkant kwam het een beetje voor. Straks gaan we het ook over de rechterkant. Ja. Die kwam helemaal niet voor. Dus die drukmomenten waren vaak uit veel meer vanuit wij hebben balbezit. We leiden balverlies op hoog op het veld. En dan kwamen we in dit patroon terecht. Dus het was wel fijn dat we dit besproken hadden. Want iedereen wist wel, hoe willen we dan druk geven? Heel vaak, ik denk een keer of 4-5, is het hoogdruk voorgekomen vanuit een organisatie zoals ik het hier schets.
Dit was de opbouw van Utrecht over de linkerflank. Ze hebben natuurlijk ook momenten dat ze over de rechterflank proberen op te bouwen. En ja, daar volgens mij ook weer beelden van meegenomen. Dat je de opbouwpatronen van Utrecht op de rechterflank zag. Ja, als het goed is kun je dat zien. Het is een stilstaand beeld wat ze doen. Ik wil het ook op het bord laten zien. Ja, hier zie je dat. Het is niet heel spannend. Minder spannend dan de linkerkant. Toornstra die zakt uit in de zone van de back. Kleiber gaat hoog en wordt eigenlijk de zone van de vleugel. En Boet in dit geval zat iets hoger, maar normaal zakt hij iets uit en wordt hij een beetje aanvallende middenvelder. Dus we wisten dat ze dat zouden gaan doen. Voor ons was dat niet een hele spannende variatie in de zin van, we weten het. En we weten ook, dat zullen we zo meteen denk ik ook zien, dat ze daar heel gevaarlijk uit worden. Mm-hmm. Dus het is wel iets om heel scherp op te zijn. Want jij wilde ook eigenlijk liever niet dat zij over die rechterkant zouden kunnen komen überhaupt, aanvallen. Nee. Dus het zit hem aan de ene kant dat zij over de rechterkant een goede afwisseling hebben met dat drietal. Hè? Dus de back, middenveld, de vleugel. En aan de andere kant, omdat ze aan de linksback, zeg maar, naar onze verwachting met een rechtspoot zouden spelen. Dus dat maakt het natuurlijk moeilijker in de opbouw. Kun je met het bord uitleggen wat jij hebt voorbereid met jouw ploeg, als ze wel over die rechterkant zouden komen? Ja, dus Toornstra zakt uit. Boet, in ons geval was dat Jensen. Vaak een beetje zo. Toornstra zakt uit. Hij komt over. En dan was het de bedoeling, eigenlijk net als aan de linkerkant, dat Admiraal vanuit de as hem zou aanlopen. En dat we ze zouden lokken om Kleiber hier aan de zijkant aan te spelen. Je zegt vanuit de as aanlopen, is dat een principe wat jullie eigenlijk sowieso hebben als tactisch idee in het verdedigen? Dat wisselt een beetje. In 9 van de 10 keer is dat natuurlijk logischer, dat je de as dicht houdt. Mm-hmm. Maar we hebben regelmatig wedstrijden, bijvoorbeeld als bij Groningen, dat we juist, gestolen van Jurgen Klopp, een soort pressingsval hadden. We wisten dat hun nummer 6 heel dominant is in de opbouw. Orhan Mangun. Ja, inderdaad. En die wilden we eigenlijk expres in laten spelen en dan met onze 8 en 10 van twee kanten onder druk zetten, omdat hij zo comfortabel aan de bal is dat wij konden verwachten dat hij waarschijnlijk even goed gaat wegdraaien. En dan de eerste paar keer rekent hij er niet op dat ze van twee kanten zullen komen. Dus dat zou ook kunnen. Hè. We proberen per wedstrijd te kijken, waar willen we iemand pijn? Kunnen we iemand pijn doen? En in dit geval kies je dus voor een andere oplossing. Ja, inderdaad. Omdat Kleiber staat hier hoog. Sowieso aan de zijkant druk geven is natuurlijk het makkelijkst. Maar ook omdat Kleiber natuurlijk niet heel sterk is, of minder sterk dan een aanvaller, in de 1 tegen 1. Dus wat wij wilden is, hij loopt er van de as aan, de rest komt in de zone. Over, inspelen, volle bak, druk. Je ziet al een beetje wat er gaat ontstaan. Hè. Er komt hier ruimte. Er waren eigenlijk in deze variant twee dingen waar wij heel erg accent op hebben gelegd. 1 is één situatie hoger of terug, is dat als Jensen uit de rug van Westdorp in dit geval zou gaan spelen, dan willen wij niet dat Westdorp achter hem gaat staan en hier heel veel ruimte geeft, maar vanuit de zone voor, in dit geval, de uitzakkende vleugel, verdedigt. Dan is het wel heel fijn als Veenhoven en Werkman in dit geval aangeven aan Westdorp in welke lijn hij moet zitten, want anders krijg je misschien dat Jensen wat opzij gaat, ingespeeld wordt, opendraait. Dus dat was er 1. En 2, als die ingespeeld wordt, het kan natuurlijk ook zijn dat Green een keer te laat is. Dan zie je hier die ruimte ontstaan. En Utrecht was daar heel erg op gefocust. Dat zullen we zo zien, dat ze daar best vaak gevaarlijk uit worden. Met, laat ik even zeggen dat hij niet overkomt, met deze loopactie in de halfruimte. Dus het is dan super belangrijk dat als Green uitstapt, dat de laatste linie kantelt en als deze diepteloopactie, dat hij eigenlijk in de zone van Werkman komt. Tuurlijk moet Westdorp mee, maar hij moet er wel op kunnen rekenen dat Werkman daar zit. En als die bal naar de zijkant gaat, dat vinden we een stuk minder erg. Dus dat was eigenlijk hoe we dat aan de rechterkant oplosten. En misschien kan je dat laten zien wat
Hoe gevaarlijk ze daar eigenlijk uit werden in andere wedstrijden. Ja. Dus hier zie je die zijkant ingespeeld. Loopacties vanuit de halfruimte met Bosdogan. Hier zie je hem tegen AZ. Zie je die variatie van die drie. Kleiber zit nu laag, Bosdogan hoog. Zijkant wordt ingespeeld, doorbewegen. Ja, want als we hem hier stopzetten. Dit is eigenlijk ook wat jij niet wilde. Want hier zien we dat Mijnans, die is helemaal meegekomen met de middenveld van Utrecht. Ja. Die eindigt als linksback. De linksback die moet eigenlijk door naar voren nu. En eigenlijk iedereen wordt uit positie getrokken. En met jouw oplossingen die je net liet zien op het bord, krijg je dat eigenlijk niet. Nee, het lijkt erop dat AZ hier een soort van mandekking doet. Hij zou hem ook ineens hier binnen door kunnen steken. Dat doet hij niet. Wij willen dat in de zone oplossen, zeg maar. Dus dat vonden wij belangrijk om eigenlijk dit te voorkomen, wat zo meteen gaat gebeuren. Ja, Mijnans is te laat en ze krijgen een goal tegen. Ja, en dan krijg je die goal krijg je ook tegen omdat een nummer 10 als linksback staat te verdedigen. Die doet het toch minder goed dan je echte linksback. Ja, anders hadden ze hem wel linksback gezet natuurlijk. Ja. Dus ja, vandaar dat wij het liefst, je ontkomt er niet altijd aan, maar we willen zoveel mogelijk dat je vanuit je eigen zone verdedigt. Ja. Ja, en dat was dus ook in dit geval specifiek het plan om, als ze dan op die rechterkant zouden komen, dat je het op een bepaalde manier wil oplossen. Ja, nee, dus de eerste instantie is het om te voorkomen, dus dwing ze naar de linkerkant. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Dan moeten we wel weten hoe we het aan de rechterkant willen oplossen. Ja, en dit waren de twee ideeën om tot hoogdruk te komen tegen FC Utrecht. En je weet natuurlijk als jij op bezoek gaat bij een club uit de Eredivisie, dat je ook wel eens in een laag blok komt verdedigen. Wat was in dat geval jullie idee? Ik zal hem even neerzetten. Dat is misschien het handigst. Oh. Kijk, je weet van tevoren dat je bewust of onbewust in dat lage verdedigen gaat komen. Omdat je of teruggetrokken of gedwongen wordt. Of zelf het nodig heb om op adem te komen of om de ruimtes klein te maken. Hier zit hij breed. De Aves bleef iets meer hier. Jess speelde wat meer. Hier en daar speelde Floris uit. Nou, dus je staat eigenlijk in 4-5-1 in een heel laag blok. Ja, inderdaad. Ruimtes klein houden en de juiste drukmomenten vinden. En dat is voor ons is dat of een bal aan de zijkant, hoog, hè? Hier niet, maar hoog. Of een speler die met zijn rug naar de goal wordt ingespeeld. Of een klote bal, klote aanname. Dat we toch druk daarop op krijgen. En in die wedstrijd, met name in het begin, ging dat een aantal keren niet goed. Vleugels die of te breed stonden, waardoor we ruimte in de halfruimte weggaven. Of verkeerde drukmomenten, waardoor we hier in de rug ruimtes weggaven. Ja, en ik heb die beelden meegestuurd. Ja, daar komt Utrecht creëert daar ook gewoon twee grote kansen uit. En dat zie jij gebeuren als trainer. En dan sta je langs de kant. Dat stadion loopt te kolken. Want die denken allemaal, we gaan naar de halve finale van het bekertoernooi. Ja. Hoe pas je dat dan aan? Kun jij jouw ploeg bereiken middenin zo'n kolkende massa? Dat hebben we geprobeerd. Bij de linksback was het gelukt. Maar het is zo'n geluid. En die jongens zitten in een wedstrijd, midden in een situatie. Dus dat was best lastig om voor elkaar te krijgen middels coaching. Gelukkig kwam er een blessuremoment. Wij hebben zo'n coach met magneten. Dus die jongens kwamen snel naar de kant toe. En met name de vleugel en de backs. Aan beide kanten uitgelegd. Hoe willen we dat nou oplossen? Wat gebeurt er nou? Waardoor gaat dat mis? En hoe kunnen we dat oplossen? Dus dan staat eigenlijk jullie hele elftal staat rondom zo'n tactiekmap. En dan sta jij eigenlijk net als hier met bordje met magneetjes te schuiven. Om uit te leggen hoe jij dat dan tactisch wil oplossen met jouw elftal. Ja, en nu ging het met name om dan de backs en de vleugels. Dus die moesten dat zien. En daarna ging dat in ieder geval een stuk beter. En kwamen we ook veel vaker in onderscheppingen. Waar wij een grote kans ook zagen, zeg maar. Om vanuit die 4-5-1 gevaarlijk te worden. Omdat we van tevoren al gezien hadden dat als jij zo speelt. Nou, je ziet het, hoe grote ruimte die verdedigers van Utrecht. Met hoeveel grote ruimtes ze in hun rug moeten spelen. Nou, Kleiber staat vrij hoog. Dus
het centrum wat al niet heel bijstersnel is. Mm-hmm. En vooral aan de rechterkant. Ja, moet met enorme ruimtes gaan spelen. Dus als wij hem onderschepten, hadden we eigenlijk twee smaken. De eerste was als we hem onderschepten eigenlijk via... laat ik hem even zo noemen. Via Floris die in de bal komt. Nou, dekken ze niet door, draait hij door. Dat is een hele sterke, balvaste spits natuurlijk die jullie daarvoor kunnen gebruiken. Zeker. En dus die moet dat kunnen. Of dekken ze wel door, dan wordt de ruimte nog groter. En de afspraak was om dan met de vleugels te zorgen voor diepte en dan in de as. Dus eigenlijk in de breedte van de 16. Want ja, in de hoek heb je niet zoveel aan, want de goal staat hier. Dus of ze dekken niet door, draai door, diepte. Of ze dekken wel door, laten vallen, diepte. En ja, wat het leuke daaraan was eigenlijk, is dat zowel bij de 0-2 moet ik zeggen, het uit een countermoment komt waarbij Floris een onderschepping heeft en Admiraal schuin in de diepte weg stuurt die de 0-2 maakt. Maar bij de 1-3, en dat zullen niet veel mensen meer nog herinneren, is dat Utrecht heeft een kans. Wij hebben een onderschepping met Fink op de... Op de 16 meter. Die speelt Floris in. Vince Dekker komt in de diepte. Nou, we krijgen dan een overtal situatie. Dekker kiest er ergens anders voor, hè, om te schieten. Maar uit die corner valt de 1-3. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat dat zo uitpakt. Ja, en hoe zit jij dan op de bank op het moment dat dat gebeurt? Dat je weet, hey, dit hebben we besproken en dat komt eruit. Ja, in eerste instantie bij de 1-3 had ik nog niet gedacht van dit hebben we besproken, werd ik helemaal wild. Maar, maar later natuurlijk wel van, ja, kijk, dit is waar we het over gehad hebben. En fantastisch dat die gasten dat zo uitvoeren. Ja, dus ja. Maar jij kan natuurlijk wel iets verzinnen. Maar dat is uiteindelijk ook aan die spelers om dat dan... tot uitvoer te brengen in die situatie. Ja, inderdaad. Ik bedoel, uiteindelijk moeten zij het gaan herkennen en moeten zij het gaan uitvoeren. Het durven uitvoeren in een volle galgenwaard. En ook nog moet het dan ook nog eens lukken. Ja, en komen zij dan na afloop ook nog naar je toe van trainer? Hey, dat doelpunt, daar hebben we het over gehad. Of hoe gaat zoiets? Ja, ze hebben natuurlijk wel... Kijk, het plan is niet alleen van mij. Dat is van de hele staf, vooral dat lage verdedigen. Dat komt voor het grootste deel bij mijn rechterhand Jorg Hartog vandaan. Die heeft Napoli-Barcelona bekeken van een aantal jaren terug. Gattuso was daar volgens mij nog trainer. En het grappige was, die deed dat heel goed in 4-5-1. Maar ik had de spelers niet verteld dat dat 1-4 werd voor Barcelona. Dus jij hebt om ze voor te bereiden op een wedstrijd tegen Utrecht... heb je ze beelden laten zien van een ploeg die met 4-1 heeft verloren. Ja, maar dat wisten ze niet. Het ging meer even om de goede verdedigende momenten. Maar ook zeker spelers die meedenken. Hè, bij ons, ja, we brengen het de hele week bij hun. En zij denken mee in, oké, waar zijn nou die kansen, waar zijn nou die bedreigingen en hoe gaat dat dan in zijn werking in het veld? Hè? Omdat we er eerst op trainen, denken ze daarin mee en komen ze zelf ook met initiatieven. We bespreken net het verdedigen en de omschakelmoment vanuit het verdedigen. Ja, je hebt natuurlijk ook aanvallen, we zagen maar 35% balbezit, maar je hebt natuurlijk nog wel die situatie. Ik ben wel benieuwd, hoe bereik jij jouw ploeg daar dan op voor? Want ik kan me voorstellen dat in jullie competitie, en dan ben je het dominante team wat eigenlijk iedere keer het spel moet maken. En nu, ja, je gaat naar de galgenwaard en dan weet je waarschijnlijk ook van, ja, we gaan niet 65% balbezit hebben. Zeg je dan, oké, ik heb een lange targetman voorin staan en we doen lange halen snel thuis. Daar komen we in ieder geval niet in de problemen. Of zeg je dan ook, ja, ook tegen Utrecht gaan wij ons eigen spel spelen? Ja, het tweede. We hebben gewoon besproken met het team. Van, joh, weet je, we hebben een bepaalde manier van spelen. Lef in het verdedigen, maar ook zeker in het aanvallen. En dat heeft ons zover gebracht. En daar willen we nu ook laten zien. En ja, waar dat toe leidt, ja, dat zullen we zien. Maar wij willen hier in ieder geval wel ons eigen spel laten zien. En dat is gewoon, denk ik, heel goed gelukt. Het mooiste moment zelf vond ik een moment eerste helft. Ik denk na een minuut of 4-5 dat Westdorp krijgt met een middenvelder in zijn rug. Krijgt de bal en heeft gewoon het lef om, net als bij ons in de competitie, uit te stellen, door te draaien
En via positiespel tot een aanval te komen. Die draai daar met een middenvelder in zijn rug, draait hij gewoon in één keer weg uit de situatie. Ik heb dat van Jurgen Klopp, die noemt dat kleine overwinningen. En dat is een signaal voor het team eigenlijk, vond ik heel mooi. Van, joh, zie je nou, ook hier kunnen wij ons eigen spel spelen. Ook hier moeten we durven, zoals we het normaal doen. Ja, dat was echt een mooi moment. En in die kleine overwinning sta je dan ook dat al te vieren langs de lijn om nog even extra die impuls te geven aan die spelers van ja, ja zeker, dit kan zeker. Op onze manier. Sowieso. En ik weet niet of ze het gehoord hebben, maar ik probeer dat wel mee te geven van nou ja, kijk, dit is wat we bedoelen met elkaar. En dit is wat we voor elkaar willen krijgen. Ja, en in dit geval heb je dan natuurlijk ook gekeken naar Utrecht. Ja, die willen ook op een manier druk zetten. Jij zei, je hebt natuurlijk 3 wedstrijden daarvan bekeken, waar ze dat op verschillende manieren deden. En daar heb je dan uiteindelijk, heb je die alle 3 gepresenteerd aan je team? Of heb je gekozen van, nou, ik verwacht dat ze dit doen en dan gaan we alleen dat presenteren richting het elftal? We hebben ze alle 3 besproken. Alleen we verwachten wel dat het druk zetten met de vleugels naar binnen en de spits vanuit de 6, hè, dus een soort eigenlijk een 4-4-2 eruit, dat was de meest dominante, dus daar zijn we het meeste op ingegaan. Ik zal hem even wegzetten, zoals het op neerkwam. Doevikas vanuit de 6. En dan kunnen we waarschijnlijk nu het beste richting die beelden, dat je ook echt ziet hoe Utrecht dat in het verdedigen oploste. De beelden die jij ook aan jouw elftal hebt laten zien richting die wedstrijd. Ja, want als we hier stopzetten, dan zie je gebeuren wat je net denk ik beschrijft. Hè? Ja, inderdaad. Hè. Doevikas die staat vanuit de zone vanuit onze 6, zeg maar, hè, dus centraal. Dus die middelste van de 3 die geasseerd is, Doevikas, ja. Inderdaad. En de vleugels, als dan de centrale worden ingespeeld, dan lopen de vleugels die aan van buiten naar binnen. En het middenveld, wat ons daar heel erg in opviel, was dat het middenveld, misschien kan je hem even stoppen, en dat zijn dus de buitenste middenvelders zijn hier Van de Streek en Toornstra, die staan behoorlijk smal opgesteld, waardoor die ruimte aan de zijkant, die hier onderin in het beeld bij Sparta, die is behoorlijk groot. En ons was ook opgevallen, daar komen we straks ook nog volgens mij een keer op terug, dat de backs niet heel graag doordekken. Dus daar lag voor ons een enorme kans om daar gebruik van te maken. Ja. Ja. Dus dit heb je richting die spelers getoond van ze komen dus in die manier komen ze terecht. En dan zeg je eigenlijk van die ruimtes. Ja, liggen dus tegen dit elftal aan de zijkant. Want ik weet niet of we meteen ook die beelden hebben van waar je dat ziet met die backs en het doordekken. Of we dat nog hebben? Ja, dat is hier. Hè. Maar wat nog meer opgevallen was, is dat de vleugels, als het langer duurde, dus als een tegenstander geduld had, moeite hadden om de lijn dicht te houden. Dat zag je net. Ja. En dat die backs, met name als er lopende mensen zijn, daarbij meegaan en niet echt doordekken. Dus hier zie je de bal aan de zijkant. Nou, die back. En die rechtsback blijft gewoon in positie van Utrecht. Ja. Hier lopen de man, en dan gaat hij mee en waardoor die zijkant vrijkomt. Dus dat is wat in de eerste fase heel erg opviel. En het was ook, dus zo staan ze eigenlijk. Wat opgevallen was, is dat die vleugels op vrij hoog tempo aanlopen. Maar als een tegenstander, ik heb Sparta, Vitesse en AZ gezien. Als die wat meer geduld hadden in de opbouw, dat ze dan moeite hadden om, je zag dat, zie je straks ook op beeld, om die lijn goed aan te lopen. Ja, want het idee is dus die rechtsbuiten van Utrecht, die moet vanuit de bek van de tegenstander aanlopen richting die centrale verdediger, zodat je eigenlijk 2 man kan dekken met 1 loopje. Ja. Maar je zag hier gebeuren dat die linksback van Sparta, die beweegt richting de binnenkant en dan kan alsnog die paas gegeven worden. En dan speel je eigenlijk met 1 paas, speel je dat hele eerste blok eruit. Ja. Ja, en wij hebben natuurlijk onze vaste spelprincipes, maar hierop hebben we eigenlijk een aantal dingen afgesproken om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken. Het eerste is eigenlijk om dat geduld, hè? Met name de centrale verdedigers en de keeper moesten steeds voor opties zorgen. Dus in dit geval heeft de linker centrale de bal, dan moest die rechter uitzakken, zodat de ruimte voor hem nog groter wordt. Hè? Dekt hij niet door, dan spelen we de rechter centrale in, dekt hij wel door, wordt deze ruimte nog groter. En we hebben altijd de optie om de keeper in te spelen en dan daar te komen. Dus dat is 1.
Om te zorgen dat die backs, wat ze al niet graag doen, niet doordekken, wilden we de vleugels diep en breed houden. Dus dat ze niet alsnog, als ze hier stonden, door gingen dekken. Nee, breed. Zodat die gekoppeld zijn. En dat we dan gebruik konden maken van de ruimte die ontstaat. En we hebben eigenlijk twee dingen besproken. Eén, de balkant. Wat wij normaal veel doen, is een bek aan de binnenkant, wat je ook op het beeld zag. En dan niet in de lijn. Ja, wat je Sparta zag doen. Ja, dus dat je een overtal hier hebt met de bek en de aanvallende middenvelder, waar gekozen moet worden. Maar wij hadden er eigenlijk een beetje rekening mee gehouden dat Utrecht daarop zou rekenen. Dus daar wilden we een variant op te bedenken. Niet dat dit niet mocht, want dat gebeurt ook. Maar dat een variant op te bedenken om nog meer het naar voren te laten komen. Hadden we gekozen om de back bij momenten laag te doen. En dan de middenvelder hoog. Dus wat je dan, of breed, sorry. En wat je dan krijgt is, nou ja, als je hem zo aanloopt kun je eventueel de back aanlopen. Of aanspelen. Of als je hem niet goed aanloopt, komt de middenvelder vrij. Ja. Daar kom ik zo op terug. Wat ook zou kunnen gebeuren, wat ik ook prima vond, is dat ze allemaal kantelen en de ruimte contra nog groter wordt. Nou, eerste instantie, wat gebeurt er als we hem wel vrij zouden spelen? Nou, dan was het voor ons belangrijk, en dat zie je straks ook in de beelden, dat de linksback gelijk naar binnen komt, enerzijds om aanspeelbaar te zijn voor een kantwissel, deze ook trouwens, anderzijds om de restverdediging op orde te hebben. En dit is wat je straks ziet in de beelden. Als we hem dan hier hebben, diepte, de Hans van der Haar loopactie, zoals ik dat altijd noem, dat is de eerste trainer die mij dat geleerd heeft, die loopactie. Van binnen naar buiten, in de halfruimte. En deze paas voor elkaar te krijgen. En als jij in Spakenburg zegt, de Hans van der Haar loopactie, weet iedereen waar je het over hebt. Binnen ons team in ieder geval nu wel, want die heb ik al meerdere keren genoemd. Dus ja, zeker. Aan de andere kant ontstaat eventueel ook nog die ruimte. En daar hadden we het met name, kijk, nu heb ik hem even vanaf links. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde principe. Mm-hmm. Is de wisselwerking tussen dit geval 10 en 2. We hadden het voordeel in dit geval dat onze nummer 4 een rechtspoot is. Dus zij lopen hem van links af aan. Dus hij kan hem best wel makkelijk uitstellen om contra te komen. Omdat hij zijn lichaam een beetje tussen de tegenstander en de bal kan draaien. Wat moeilijker is voor een linkspoot. Ja, hè, want als je links bent, dan zit hij daar al snel bij. En als je rechts bent, ja, dan heb je lichaam er nog tussen. En dan wilden we dit spel samen hebben. Eerste instantie was het makkelijkste om te proberen dat Vink in dit geval van de streek weg zou trekken. Even heel overdreven hoor, hier, zodat die ruimte groot wordt en Verhagen kan kiezen. Hey, kom ik aan de binnenkant vrij of kom ik juist aan de buitenkant vrij? En dan krijg je weer deze. Of, wat natuurlijk ook zou kunnen gebeuren, en dat gebeurt in de wedstrijd ook een aantal keer. Verhagen gaat naar binnen, van de streek kiest ervoor om door te dekken. En dan gaat Vink breed en eigenlijk nemen ze dan elkaars rol over. Ja, en dan open je alsnog hem nu richting de zijkant, richting waar dan de vrije man ontstaat. Ja, en met name dit, zeg maar. Eén keer vanuit de keeper, één keer vanuit een paar keer vanuit de cross. Dat lukte heel, heel aardig. Hè, dus we binden ze een beetje aan de balkant. Omdat deze doet, komt er wat over. En dan eindigen aan de andere kant. Ja, wat hier natuurlijk ook gebeurt, is dat je, ja, in zekere zin ook een beetje de as van het veld cadeau geeft. Je zei geloof ik net al van de normaal gesproken die bek aan de binnenkant. Dat is natuurlijk vaak bij veel moderne trainers, dus aanhalingstekens, is dan een regel naar de buitenbaan. Maar één iemand, en ik zie bij jullie, continu drie man in de buitenbaan staan. Ja, dat is ook iets wat niet helemaal gebruikelijk is. Want ja, kijk, stel je zou hem hier verliezen. Dan ben je op zijn zacht gezegd de Sjaak, zeg maar. Dus, maar ja, dat lef wilden we hebben en ze ook een beetje verrassen. Kijk, mocht die bereikt worden, moet gelijk en dan los je het op. Ja. Dus dat, hè, en als die contra gaat, ja, dan is het natuurlijk ook gelijk weer hier. Dezelfde, wordt die bereikt, willen we weer mensen aan de binnenkant. En dat heeft dan in dit geval vooral ook te maken met de speelwijze van Utrecht, die eigenlijk met 4 man helemaal zo die as dichtzet, dat jij misschien denkt, nou, tegen de middenvelder van FC Utrecht
weet ik niet of mijn spelers in die kleine ruimtes eruit draaien. Ja, dat ging best een aantal keren goed. Maar ja, wij dachten, ja, weet je, om er ook in te komen, om ook vertrouwen te krijgen in het plan aan de bal, is natuurlijk makkelijker als jij hier een bal met ruimte aanneemt, ja, om er lekker in te komen. En dan zorgen we van daaruit wel dat we weer in de as terugkomen, dan andersom. Dus ja, dat is... Ja, en ook gewoon omdat zij de as zo overdreven dicht houden. Ja, dan ontstaat er ruimte in eerste instantie aan de zijkant. Ja, dus jij probeert als trainer vooral te kijken naar waar ontstaat de ruimte en hoe kan ik met mijn ploeg van die ruimte profiteren. Ja, inderdaad. En dan is dit geval natuurlijk opbouw vanuit de keeper. Een helft van de tegenstander heb je natuurlijk ook gekeken naar... Goh, hoe gaat Utrecht dan verdedigen als ze wat lager komen te staan? Maar jullie is natuurlijk hopen te krijgen. En ik geloof dat we daar ook beelden van hebben klaarstaan. Ja. Wat daar heel erg opviel, is dat als de zijkant ingespeeld... Kijk, het centrum van Utrecht zie je nu. Die kantelt niet mee. Dus... Ik bedoel in dit geval vooral Mark van der Hoorn, toch? Ja, de die staat helemaal geknepen. Dus er komt een enorme ruimte tussen... Of juist niet geknepen, maar... tussen de Mike van der Hoorn en in dit geval Kleiber, volgens mij. En zij lossen dat op met een middenvelder die naast de rechtsback zit. Maar die ruimte, daar kun je natuurlijk, als je de zijkant ingespeeld hebt, was de bedoeling om daar ja, in te lopen. En dan zijn er eigenlijk maar twee opties die je krijgt. Hè? Dus de bal is aan de zijkant, je loopt in de halfruimte. Nou, of je steekt hem mee, dat is het allermooiste. Of die back, dat gebeurt straks in de wedstrijd. Die gaat naar binnen, waardoor je vleugel meer ruimte krijgt in de 1 tegen 1. Ja, dat is eigenlijk hoe wij het zagen, waar we ze pijn konden doen. Kan natuurlijk ook andersom. Hè. Hier zie je dus, nou, de as wordt ingespeeld. Ja, dan is er juist ruimte om naar binnen te snijden. Weer omdat dat centrum van hun weg is. Ja. Nou, dit is de mooiste. AZ-voorbeeld, zijkant wordt ingespeeld. Fantastisch, vanuit de binnenkant bij Toornstra loopt hij naar voren. Of loopt hij in de halfruimte diep. En komen ze tot een gevaarlijke situatie. Ja, het grappige is wel dat ik eigenlijk gehoopt had op deze variant. Ja. Hè? Dus dat de zijkant inspeelde en dat we dan diepte vanuit de halfruimte in konden spelen. En dat is eigenlijk in de wedstrijd niet zo heel vaak gebeurd. Zometeen zul je de beelden van de wedstrijd zien. Maar eigenlijk bij de 1-0 en bij de 1-4, of de 0-1 moet ik zeggen, en bij de 1-4, hebben we aan de zijkant de bal... Is er diepte vanuit de halfruimte? De eerste keer vanuit de back en een andere keer vanuit Dekker zelf. En de eerste keer bij de 0-1 kiest Kleiber ervoor. Ik zal met het bord, ja. Ja, neerzetten, want anders dan wordt het misschien wat vaag. Admiraal heeft de bal. Green maakt de loopactie binnendoor, waardoor Kleiber... hier naar binnen gaat. En dat is eigenlijk dezelfde loopactie die we net Kerkers zien maken. Ja, bij, alleen daar werd hij wel meegegeven. Ja. Maar hier... loopt hij die ruimte dicht. Ja, werd dichtgelopen. Waardoor dus Jensen wordt gedwongen in een 1 tegen 1. Waar hij natuurlijk niet super goed in is. Nee. Hij is een aanvaller. Met Admiraal die dan net wat meer ruimte krijgt om die voorzet te geven. Die komt. En Fink maakt hem fantastisch af. En bij de 1-4 is het aan de andere kant. Dat is eigenlijk nog de... ja, de simpelere variant. Even kijken. Zo moet ik het zeggen. Dekker heeft de bal. Nou, je ziet hier weer die ruimte, hè, omdat het centrum hier is. Dekker heeft de bal, speelt Fink in. Loopt zelf door. Waardoor, in dit geval, Ramselaar wordt gedwongen mee te gaan en te verdedigen. Waar hij natuurlijk minder sterk in is dan bijvoorbeeld een centrale verdediger. Hij geeft hem mee op Dekker. Die komt met te veel ruimte in een 1 tegen 1. Geeft hem voor op Floris van der Linden. En die kopt hem binnen. En ja, het grappige is eigenlijk dat hetgene wat we besproken hebben... de principes kwamen wel naar voren. Maar de uitvoering was heel anders. Dus dat was wel knap van de spelers dat ze dat zelf herkend hebben. Ja, want jij hebt als trainer die hele voorbereiding op... Okay. Die diepteloopacties in de halfruimte, in de hoop dat je eigenlijk daar iemand vrij krijgt. Maar Utrecht reageert er iets anders op. En dan zijn jouw spelers blijkbaar in staat op het veld om dat te herkennen. Ja, dat was echt denk ik het grootste compliment. Hè, bijvoorbeeld een Admiraal die hier niet blind ervoor kiest om Green in te spelen. Maar dan denkt, hey, ontstaat er ergens anders ruimte. Hier...
Dekker die, Vink inspeelt, die denkt, hey, ik moet sowieso diep lopen. Gaat hij helemaal mee, zou Vink ook hier ruimte kunnen creëren. Maar hij kon mee geven en ik kom in een 1-op-1. En ja, het mooie is, uiteindelijk wil je er naartoe dat het niet uitmaakt of Vink nou hier staat of hier, maar dat de uitvoering zo'n beetje... Ja, want die waren daar ook weer van positie gewisseld. Ja. Is dat dan nog iets wat jij meegeeft? Of is dat ook iets wat eigenlijk op het veld ontstaat, dat die spelers weten, oh, het gaat erom dat de posities bezet zijn, maar... Ja, we zijn in het begin gestart eigenlijk met heel erg vast. Dus oké, Dekker, jouw voorkeur ligt aan om breed te starten. Vink, jij hier in de halfruimte hoog. En jij als back, hier kom je er laag bij. Om het eerst duidelijk te hebben wat we willen. Hè, het principe ook echt in de praktijk te brengen. En nu hebben ze eigenlijk alle ruimte en vrijheid om het in te vullen. Als die posities maar bezet zijn. Ja, want dit is natuurlijk iets, ik denk die backs aan de binnenkant, een aspect wat jij benoemt, we misschien voor het eerst echt zagen bij het Bayern van de Pep Guardiola met Lahm en Alaba aan de binnenkant. In hoeverre is dit al geïntegreerd in het amateurvoetbal? Hoe keek jouw rechtsback jou aan toen jij zei van, hey, in balbezit ga jij als middenvelder voetballen onder mij? Nou, het grappige is dat Nick Verhagen in het begin niet heel comfortabel was. Dus ik dacht, nou ja, misschien moeten we daar wel mee naar gaan kijken. Maar we gaan niet de gouden opgeven. En nu is hij zo comfortabel tussenin. Dus het is gewoon een veel completere voetballer geworden. Doordat hij vaak in de situatie komt. Hij was eigenlijk meer een overlapper, even zo te noemen. En nu wisselt hij het af. Hij kan overlap spelen, maar hij kan ook aan de binnenkant positiespel spelen. Of vanuit de halfruimte, zeg maar. Het was in het begin misschien even wennen, maar ze hebben wel door dat met elkaar het voetbal zo eigenlijk een feestje wordt. En veel mooier is, omdat het veel dynamischer is. En hoe overtuig jij dan jouw rechtsback om te zeggen, joh, jij gaat, laat je hem dan beelden zien van Cancelo, Trent Alexander-Arnold? Hoe werkt zoiets bij Spakenburg? Ja, wij hebben, ik ben niet alleen bij VI Pro, maar ik heb nog wat abonnementen lopen, laten we het daarop houden. Ja, alleen VI Pro, toch? Alleen VI Pro. En als we bepaalde principes willen overbrengen, ja, dan is het natuurlijk het leukst om te laten zien, bijvoorbeeld in de druk zetten, hoe doet Liverpool dat nou? Hoe doet City dat nou? En wat willen ze daarmee bereiken? En vervolgens gaan we daar zelf mee aan de slag op het trainingsveld. En kijken we in onze wedstrijden terug, hey, waarom lukt iets wel of waarom lukt iets niet? Dus ja, zo proberen we met elkaar tot die speelwijze te komen. En die gasten hebben zelf wel door dat het verdomd lastig verdedigen is voor een tegenstander als er volop diepte vanuit de halfruimte is. Omdat ze zullen toch moeten reageren. Ja. Dus dat. Ja, dus dan toon jij echt beelden van Alexander-Arnold aan jouw rechtsback bij wijze van spreken om te laten zien van hey, als je daar komt kun je echt gevaarlijk worden en is dat moeilijk voor een tegenstander om dat te verdedigen. Ja, wij denken gewoon met elkaar na in van oké, wat is het meest, wat komt het meeste voor, wat is het meest voorspelbare? Nou, het is natuurlijk een backbreed en een vleugelbreed, hoef je niet zo heel veel te kiezen. Er zijn best wat tegenstanders die mandekking doen tegen ons. Maar als jij mandekking doet en je gaat als vleugel mee met een naar binnen komende back, dat is prima. Maar dan geef je dus enorm veel ruimte weg aan de zijkant. En dan heb jij Dekker in je 1 tegen 1. Ja, en als hij uitzakt, durf jij dan door te dekken? Ja, dat mag. Dan geef je ruimte in je rug weg. Dek je niet door, heb je je Dekker vrij die je gaat opzoeken. Dus ja, dat. Dus wat een tegenstander ook doet, dat ze doorhebben. Als wij een variatie hebben, kunnen we daar weer op reageren. Want een andere is bijvoorbeeld, ik vind de back naar binnen is redelijk bekend, maar de middenvelden breed hebben veel mensen ook last van. Want hoeveel backs gaan er nou echt zo ver door? Nou ja, het zijn eigenlijk dezelfde principes, alleen de uitvoering is wat anders. Ja, ja. En dat zijn dan allemaal dingen die jij gedurende het seizoen erin probeert te brengen eigenlijk bij je elftal. Ja. Dat proberen we stap voor stap te verbeteren. Dat is ook een reden dat we heel erg gehamerd hebben om dit team bij elkaar te houden. Dat je niet in de voorbereiding weer helemaal opnieuw kan beginnen. Mm-hmm. Want de basisprincipes beginnen nu steeds beter automatismes te worden voor spelers. Jij begon eigenlijk als assistent, toch? Bij Spakenburg. Ja, ik denk dat nou 5-6 jaar terug is. Toen degradeerde Spakenburg. En toen vroeg de club van, hey, we gaan de Wolf als hoofdtrainer aanstellen en zou jij dan assistent willen worden? Nou ja, dat leek mij fantastisch. We hebben ook geweldig samengewerkt in die jaren. Toen ging de Wolf naar Feyenoord natuurlijk, dat is bekend. Ja. Toen ben ik interim geworden.
assistent weer daarna, want Meijers werd aangenomen. Toen ging Meijers weg, toen ben ik weer interim geweest voor 8 maanden, vorig jaar. Want we stonden op degraderen en toen hebben we het best goed gedaan. We zijn uiteindelijk nog 8e of 9e geworden. Alleen de nieuwe trainer lag al vast, dus die is dit jaar gestart. Dat startte niet helemaal vlekkeloos. En toen kwamen ze weer bij mij in beeld en toen hebben we gezegd, nou ja, dat is goed, maar dan willen we ook echt voor lange termijn gaan bouwen. En dan heb ik 2,5 jaar getekend. Ja, en ben je echt een laptop trainer of heb je zelf ook nog gevoetbald op wat hoger niveau? Ja, ik heb zelf wel gevoetbald, ook tot de A-selectie van Spakenburg. Niet bijzonder veel wedstrijden gespeeld. En natuurlijk als speler altijd klagen, was dat veel te weinig. Maar er is aan mij geen groot voetballer verloren gegaan. Ik was wel altijd super fanatiek en voor amateur een prima speler, maar... niks bijzonders. En vaak ook blessures. Dus toen dacht ik op een gegeven moment... En ik vond het heel eerlijk gezegd op lager niveau op dat moment niet zo leuk. Dacht, nou, dan ga ik eens kijken of ik dat trainersvak... Of dat wat is. Ja, en dat heeft me eigenlijk behoorlijk gegrepen. Want tot welk diploma heb je nu al binnen? Voor als hier ook Eredivisie clubs naar zitten te kijken. Nou, ik heb UEFA. En mijn ambitie is wel om zo snel mogelijk coachbetaald voetbal te halen. Niet zozeer om... uiteindelijk wil ik ook wel betaalde voetbal in, hoor. Maar vooral om gewoon weer beter te worden. Omdat bij mijn UEFA-cursus heb ik met mensen te maken gehad als Nico Romein, Jan Zoutman. Dat zijn gewoon mensen die jarenlang ervaring in de top van het voetbal hebben gehad. Soms ook betaald voetbal. Ja, en waar ik weer gewoon een betere trainer van geworden ben. Ja, en dat hoop je dan ook bij UEFA Pro. Ja, daar ga ik wel vanuit in ieder geval. Ja, dan kom je natuurlijk ook nog in die kleinere cursusgroepen. Dus ja. Dan kun je ook weer natuurlijk waarschijnlijk van je... collega-trainers hopelijk het een en ander opsteken. Zeker. Ja, en zo wonnen jullie natuurlijk uiteindelijk van FC Utrecht. En nu, dat sprookje duurt voort. Ja, jij droomde al hardop van we willen graag naar de Kuip. Ja. Geloof jij dat dat kan? Ja, ik heb de spelers laten zien dat... aantal jaren terug in Oostenrijk een club van derde niveau de beker won. Van Rapid Wien won, van Red Bull Salzburg en in de finale met 1-0 van Austria Wien. Dus ja, het is al een keer gebeurd. Dat zal natuurlijk super zwaar worden. PSV is top van Nederland. En dat zal voor ons heel zwaar worden. Maar ja, wij gaan 100% voor onze kans. Want als wij er al niet in geloven, kunnen we net zo goed thuis blijven. En zeggen, joh, jullie zijn al naar de finale. Maar ja, dat zwaar wordt is... Ja, dat is een feit. Wij gaan gewoon weer op dezelfde manier kijken. Hey, waar kunnen we ze pijn doen? Waar moeten we op letten? Wat zijn bedreigingen? En dan gaan we er zo'n goed mogelijke wedstrijd van maken. Dus ook tegen PSV, dan ga jij gewoon kijken hoe proberen zij druk te zetten. En dan ga jij jouw spelers laten zien van zo kunnen wij onder de druk voor PSV uitvoetballen. Ja, zo gaan we het in ieder geval proberen. En zo gaan wij... dit is hun variatie die veel voorkomt in het opbouwen of in het aanvallen. En hou daar rekening mee. En wanneer begint voor jou die voorbereiding richting PSV? Nou, wij hebben een week vrij in de competitie. Dus dan zal ik, dat is volgens mij 25 maart, dan zal ik al wat beelden gaan bekijken. Want daarna hebben we dus die zaterdag competitie en dan spelen we op dinsdag al. Dat is natuurlijk al wat kort dag. Dat was nu bij Utrecht ook zo. Dus ik ga proberen om daar wat eerder in te duiken. Ja, en dan ga je dan ook, want je hebt dit eigenlijk tegen Utrecht allemaal in één sessie bijna overgebracht. Is dat weer het plan richting PSV? Of begin je dan misschien ook al eerder om wat dingen erin te slijpen? Ja, daar moet ik even naar kijken. Hè. Wat ik zei bij Utrecht was het dus zaterdag spelen, zondag analyse en op maandag de bespreking. En op trainingsveld heb je natuurlijk ook met het fysieke belasting te maken dat je niet zoveel kan doen. Hè. Dus dat... Nou, van Nico Romein eigenlijk geleerd, die heeft dat uit Amerika, dat noemen ze dan plays. He, dus dat je de dingen die we net besproken hebben eigenlijk voordoet. En het dan misschien 30 seconden even door laat spelen. Zodat de belasting, dat je het wel behandelt, maar dat de belasting laag is. Ja, het zou fijn zijn als we dat tegen PSV iets eerder al kunnen doen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En dan blijven jullie die droom van de Kuip in leven. Ja, zeker. Zeker weten. En we gaan daarvoor. Ja, en op het tactiekbord zal het ook dit keer weer kloppen. Dat is natuurlijk het interessante. Of dan weer die spelers iets vinden waardoor het echt uitgekomen. Ja, uiteindelijk kun je als trainer van alles bedenken op dat tactiekbord. Hè. We laten volgens mij net al zien dat wat we bedacht hadden, dat qua principe misschien terugkwam, maar qua uitvoering heel anders was. En dan is het aan spelers om dat te herkennen.
om dat te durven en dan ook nog eens technisch goed uit te voeren. Dus ja, super trots op die ploeg en echt knap wat wij geflikt hebben om dit op de mat te brengen, ja, in deze fase van de beker, zeg maar. En jij bedankt dat je ons wilde meenemen in het verhaal hoe jullie dat geflikt hebben en hoe jij als amateurtrainer de halve finale van de bekertoernooi bereikt. Ja, jullie bedankt dat ik hier mocht zijn.